Vandaag een antwoord op de vraag van Karin. Karin kampt al jarenlang met zowel maagklachten als darmklachten. Karin heeft begrepen dat maagklachten, darmklachten zullen ontstaan wanneer hetgeen je eet, de voedingsstoffen die daarin aanwezig zijn, wanneer deze regelmatig onverteerd en of slecht verteerd in je maag en darmen belanden. Want in dat geval, wanneer hetgeen je eet, de voedingsstoffen die daarin aanwezig zijn, onverteerd, slecht verteerd in je maag en darmen belanden, nou, ten eerste zullen ze dan daar veel te lang stil liggen in je maag en darmen en daar kunnen klachten uit voortkomen. Maar wat gebeurt er dan ook met die voedingsstoffen die in jouw maag en darmen belanden in onverteerde, slecht verteerde toestand? Nou, die zullen microbieel afgebroken worden. Dat wil zeggen door de micro-organismen in je spijsverteringskanaal afgebroken worden. En gedurende de microbiële afbraak van voedingsstoffen in jouw spijsverteringskanaal worden stoffen gevormd met wat irriterende, belastende, soms zelfs giftige eigenschappen. Ja, en dan is het misschien niet zo heel erg gek, hè? Dat je daar dan maagklachten, darmklachten aan overhoudt. Karin begrijpt dan ook, gezien het feit dat ze al jarenlang met zowel maagklachten als darmklachten kampt, dat zeer regelmatig en dat al jarenlang hetgeen ze eet, de voedingsstoffen die daarin aanwezig zijn, onverteerd en of slecht verteerd in haar maag en darmen belanden. En Karin begrijpt dan ook dat haar klachten enkel af zullen nemen wanneer de vertering van hetgeen ze eet, de voedingsstoffen die daarin aanwezig zijn, weer beter, liefst ook goed, gaat verlopen. Karin heeft begrepen dat zodra jij iets eet met voedingsstoffen daarin aanwezig, dan laat jij die voedingsstoffen in jouw spijsverteringskanaal belanden. En in de wand van je spijsverteringskanaal, zo heeft Karin begrepen, zijn zenuwreceptoren aanwezig. Zenuwreceptoren die veranderingen in de samenstelling in de holte van je maag en darmen detecteren, registreren. Dus op het moment dat jij voedingsstoffen daarin aanwezig in jouw spijsverteringskanalen belanden, zo heeft Karin begrepen, dan wordt dit gedetecteerd, geregistreerd door de zenuwreceptoren die gevestigd zitten in de wand van je spijsverteringskanaal. En Karin heeft begrepen dat wanneer de zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteringskanaal die informatie ontvangen elke keer wanneer jij voedingsstoffen in jouw spijsverteringskanaal laat belanden, wanneer die zenuwcellen niet in staat zijn om die informatie over de aanwezigheid van voedingsstoffen in de holte van je maag en darmen over te dragen op weer andere cellen. Cellen die het bewegen, het voortstuwen van hetgeen jij in je spijsverteringskanaal laat belanden mogelijk maken. Cellen die de afgifte van spijsverteringssappen, spijsverteringsenzymen in je mond, op de maag en darmen mogelijk maken. Wanneer de zenuwcellen in de wand van je spijsverteringskanaal die informatie ontvangen elke keer wanneer jij voedingsstoffen in je spijsverteringskanaal laat belanden, wanneer die niet in staat zijn om die informatie over te dragen. Ja, en hoe gebeurt dat? Nou ja, die cellen moeten overdrachtstoffen, neurotransmitters, vormen. En dat gebeurt binnen
dan in die zenuwcellen, in de wand van je spijsverteringskanaal. En die cellen moeten dan die overdrachtstoffen, die neurotransmitters, van binnenuit die cellen naar buiten die cellen verplaatsen. Want die overdrachtstoffen, die neurotransmitters, die dragen informatie over de aanwezigheid van voedingsstoffen in je spijsverteringskanaal over op andere cellen, zoals spiercellen, zoals kliercellen, spiercellen die de peristaltiek, peristaltiek voortsturen van voeding die je spijsverteringskanaal mogen moeten maken, kliercellen die de afgifte van spijsverteringssappen, spijsverteringsenzymen in de holte van je mond, maag en darmen mogelijk moeten maken. Dat is dus allemaal pas wanneer de zenuwcellen in de wand van je spijsverteringskanaal die informatie ontvangen. Elke keer wanneer jij iets in jouw spijsverteringskanaal laat belanden qua voedingsstoffen. Wanneer die neurotransmitters, die overdrachtstoffen hebben gevormd en van binnen naar buiten hebben verplaatst. Zodat die overdrachtstoffen informatie over kunnen dragen op receptoren van andere cellen. Karin begrijpt dan ook dat wanneer die zenuwcellen in de wand van haar spijsverteringskanaal niet in staat zijn om die neurotransmitters, die overdrachtstoffen te vormen en nadat ze deze gevormd hebben ook wel van binnenuit die cellen naar buiten te verplaatsen, dat wil zeggen door de membranen van die cellen te transporteren, ja, dan zal informatie over de aanwezigheid van voedingsstoffen in je mond, holte, maag en darmen niet overgedragen worden op andere cellen. Zullen andere cellen geen reacties vertonen op de aanwezigheid van voedingsstoffen in je spijsverteringskanaal? En zullen de voedingsstoffen die jij in je spijsverteringskanaal laat belanden niet verwerkt, niet verteerd worden, niet voortgestuurd worden en al dat soort dingen? Want daar is eerst de overdracht van informatie over de aanwezigheid van voedingsstoffen in je spijsverteringskanaal voor nodig. Karin wil dan ook heel graag weten of zij en hoe zij van invloed is op de vorming van die neurotransmitters, maar vooral dus ook de afgifte ervan in het extracellulaire milieu van de zenuwcellen in de wand van haar spijsverteringskanaal. En dus het transport van neurotransmitters door de membranen van die zenuwcellen in de wand van haar spijsverteringskanaal. Want ze begrijpt, haar maag- en darmklachten zullen echt niet afnemen wanneer die cellen niet in staat zijn om informatie over de aanwezigheid van voedingsstoffen in die spijsverteringskanaal over te dragen. Want dan blijven reacties daarop uit. Blijft het voortsturen van hetgeen je in je spijsverteringskanaal laat belanden uit. En blijft de vertering van hetgeen je in je spijsverteringskanaal laat belanden uit. Ja, en dan gaan dus die micro-organismen in je spijsverteringskanaal hetgeen je in je spijsverteringskanaal laat belanden. Van de microbiën afbreken, blijven klachten ontstaan, logisch. Dus dat is de vraag van Karin. Nou, Karin. De zenuwcellen in de wand van je spijsverteringskanaal, dus die zes cellen die informatie ontvangen elke keer wanneer jij vocht en voedingsstoffen in je spijsverteringskanaal laten belanden, die moeten als reactie op het ontvangst van die informatie over de aanwezigheid van voedingsstoffen in jouw spijsverteringskanaal, neurotransmitters, dat zijn overdrachtstoffen, eerst vormen. En dat gebeurt binnen in die cellen, dus binnen in die zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteringskanaal. En moeten vervolgens die neurotransmitters van binnen naar buiten verplaatsen, want die moeten afgegeven worden in de synapsplaat, in het extracellulaire milieu van die cellen, om informatie over te kunnen dragen op receptoren elders. Zenuwcellen zijn enkel in staat om hun producten, dat zijn dus neurotransmitters, na vorming van binnen naar buiten te verplaatsen in het extracellulaire milieu, de synapsplaat af te geven. met behulp van transporteiwitten. Want daar waar de vorming van neurotransmitters plaatsvindt, dat is dus binnenin de zenuwcellen, in de wand van jouw spijsverteringskanaal, dat is een membraan omhulde ruimte.
En ook die cellen zelf, die zenuwcellen zelf, die gevestigd zitten in de wand van jouw spijsverteringskanaal, die bezitten een membraan, een celmembraan. En transporteiwitten, dat zijn membraangebonden eiwitten, zijn nodig tussen de fosfolipiden, dat zijn membraanvetten van de membranen van zenuwcellen, om gevormde celproducten, dus gevormde neurotransmitters, vandaar waar ze gevormd zijn, ook wel in het extracellulaire milieu te kunnen brengen, want dat vereist dus transport door de membranen van die cellen. Zijn de zenuwcellen in de wand van je spijsverteringskanaal niet in staat om transporteiwitten, membraangebonden eiwitten die het transport van celproducten zoals neurotransmitters door de membranen van cellen mogelijk maken, om die te vormen? Ja, dan kunnen de zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteringskanaal wel informatie ontvangen over de aanwezigheid van voedingsstoffen in jouw spijsverteringskanaal, maar zijn die cellen niet in staat om die informatie over te dragen op andere cellen? En zal dus jouw voeding niet verwerkt worden? Want dan zijn die cellen niet in staat om neurotransmitters, het product van zenuwcellen, door hun membranen te verplaatsen. Wat nogal nodig is om die neurotransmitters van binnen naar buiten af te kunnen geven. In een synapsplits kunnen brengen. Hè? De overdracht van informatie met behulp van neurotransmitters door de zenuwcellen die gevestigd zitten in de wand van jouw spijsverteringskanaal, waar de vertering, de verwerking van je voeding nogal van afhankelijk is, hè? Is dus afhankelijk van of de zenuwcellen in de zenuwwand van jouw spijsverteringskanaal in staat zijn om transporteiwitten te vormen. Transporteiwitten waarmee neurotransmitters van binnen naar buiten verplaatst kunnen worden. Cellen, en dus ook de zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteringskanaal, zijn enkel in staat om eiwitten, waaronder transporteiwitten die het transport van neurotransmitters door membranen mogelijk maken, om eiwitten te kunnen vormen. En die cellen in het bezit zijn van voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten te kunnen vormen. Want eiwitten zijn opgebouwd uit vele aminozuren aan elkaar verbonden. En eiwitten kunnen enkel gevormd worden wanneer cellen dus in het bezit zijn van voldoende aminozuren om die eiwitten. Die zijn opgebouwd uit vele aminozuren aan elkaar verbonden. te kunnen vormen. Allee, de zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteringskanaal zullen niet in het bezit zijn van voldoende aminozuren die die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten, waaronder die transporteiwitten die het transport van neurotransmitters van binnen naar buiten mogelijk maken door de membranen van die cellen. Wanneer de vertering van de eiwitten in jouw voeding, in jouw spijsverteringskanaal, tot aminozuren niet goed verloopt. Want wanneer de vertering van de eiwitten in jouw voeding, in jouw spijsverteringskanaal, tot aminozuren niet goed verloopt, dan zullen aminozuren, waaronder essentiële varianten daarvan, dat wil zeggen dat zijn varianten van aminozuren die geen enkele cel in je lichaam zelf kan vormen, niet geabsorbeerd opgenomen worden in jouw darmwandweefsel. Kan geen enkele cel in je lijf, dus ook de zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteringskanaal niet, beschikken over voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten te kunnen vormen. Nieuwe eiwitten zoals transporteiwitten die transport van neurotransmitters door membranen van cellen mogelijk maken, zijn de zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteringskanaal niet in staat om informatie over de aanwezigheid van voedingsstoffen in je spijsverteringskanaal over te dragen op andere cellen. Zal de verwerking van hetgeen jij eet en in jouw en de voedingsstoffen die daarin aanwezig zijn, wat jij in je spijsverteringskanaal laat belanden, niet plaatsvinden, want cellen hebben daar nog geen informatie over ontvangen.
Wil jij dus een betere vertering van jouw voeding, dan moeten de zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteringskanaal in staat zijn om informatie over de aanwezigheid van voeding over te dragen op andere cellen. Andere cellen die dan vervolgens de reacties moeten vertonen die de vertering en het voortsturen van hetgeen je eet mogelijk maken. En dan moet jij er dus voor zorgen dat die zenuwcellen transporteiwitten kunnen vormen die het transport van neurotransmitters, overdrachtstoffen door de membranen van die cellen mogelijk maken. En dan moet jij er dus voor zorgen dat de vertering van eiwitten tot aminozuren in jouw spijsverteringskanaal goed verloopt. En wanneer verloopt het nou enkel goed? Nou, wanneer de kliercellen in jouw lijf die de vorming van eiwitspitsende spijsverteringsenzymen, dat zijn peptidazen, mogelijk moeten maken. Wanneer die cellen in het bezit zijn van voldoende vocht en voldoende bouwstoffen die die cellen nodig hebben om die peptidazen te kunnen vormen. Want anders gaat de vertering van de eiwitten in jouw voeding, waar peptidazen voor nodig zijn, eiwitspitsende spijsverteringsenzymen, niet plaatsvinden, niet goed verlopen, niet verbeteren. En dan blijf jij klachten houden. De kliercellen die de vorming van peptidazen mogelijk moeten maken. Dat zijn de kliercellen in je maagwand, dat zijn de kliercellen in je alvleesklier en de absorptiecellen in je darmwand. Die zullen niet in het bezit zijn van voldoende vocht en bouwstoffen die die cellen nodig hebben om peptidazen en eiwitspitsende spijsverteringsenzymen te kunnen vormen. Wanneer jouw voeding te weinig vocht, te weinig essentiële vitamines, te weinig essentiële mineralen, te weinig essentiële spoorelementen, te weinig essentiële aminozuren en of te weinig essentiële vetzuren levert. Vocht en al deze stoffen die ik net noemde, die essentieel zijn, dat zijn stoffen die geen enkele cel in je lichaam zelf kan vormen. Levert jouw voeding die te weinig of incompleet, dan kunnen onder andere de kliercellen in je lijf die peptidazen, eiwitspitsende spijsverteringsenzymen, moeten vormen die niet vormen, want dan missen ze bouwstoffen die die cellen nodig hebben om dat te kunnen vormen. Zal de vertering van de eiwitten in jouw voeding tot kleinere delen, tot aminozuren in jouw spijsverteringskanaal niet goed verlopen? Kan, zal de absorptie van aminozuren in jouw darmwand niet goed verlopen? Kunnen de zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteringskanaal niet beschikken over voldoende aminozuren die die cellen nodig hebben om eiwitten zoals transporteiwitten te kunnen vormen? Zijn die cellen niet in staat om na ontvangst van informatie over de aanwezigheid van voedingsstoffen in je spijsverteringskanaal die informatie over te dragen met behulp van neurotransmitters? Want dan zijn ze niet in staat om die neurotransmitters van binnen naar buiten te verplaatsen door hun membraan te transporteren? En zal de vertering van jouw voeding gewoon slecht blijven verlopen? Zal regelmatig hetgeen jij eet, de voedingsstoffen daarin aanwezig te lang stil liggen in jouw maag en darmen, microbio afgebroken worden en daar komen stofjes uit voort die darmklachten en maagklachten veroorzaken? Dus wil jij een afname van maagklachten en darmklachten? Zorg er dan voor dat de cellen in jouw lijf die de vorming van peptidazen mogelijk moeten maken voldoende vocht, voldoende essentiële vitamines, voldoende essentiële mineralen, voldoende essentiële spoorelementen, voldoende essentiële aminozuren en voldoende essentiële vetzuren bezitten. Want anders gaat dit alles allemaal echt niet beter verlopen. Tot als antwoord op je vraag.